Suppose you want to learn how to play the piano. You don't just go to a concert hall and listen to a famous pianist play the piano. You got to play the piano. Essentially, the idea is not to focus on information transfer in the classroom, but instead to give students the responsibility for the information transfer, and then use active learning in the classroom to deepen the understanding of the materials. Als je wil dat je studenten opleidt tot kritische denkers, academisch geschoolde mensen, moet je op deze manier onderwijs geven, anders kom je er niet aan toe. Tenminste, ik zie geen andere manier om die mensen op die manier daarvoor op te leiden. Het beeld natuurlijk van de universiteit is vaak, als je het op tv ziet, dat zijn de grote collegezalen met alle klapstoeltjes. Maar ik denk dat we toe gaan naar veel meer flexibelere collegezalen, waarin ook studenten in groepen kunnen werken. En op een andere manier met elkaar contact hebben en niet alleen maar kijken naar een docent die een verhaal houdt. Dus dat zal veranderen. Ik krijg heel vaak vragen van mijn collega's van nou, dat zal heel veel tijd kosten, het voorbereiden. En ja, dat kost inderdaad soms wel tijd, maar het grote voordeel is dat de rendementen ook omhoog gaan. Dus meer studenten halen de tentamen in de eerste kans, dus je hebt minder nakijkwerk voor een tweede ronde. Je ziet gewoon dat studenten actief meedoen, dat ze het leuk hebben, dat ze komen in de pauze met vragen en ook tijdens het college zeggen, ja, maar en hoe zit het dan? En u zei toen dat je ze in 8 weken ziet groeien van mensen die er niks van dit vak weten. Tot mensen die na 8 weken daar gewoon met argumenten iets kunnen vertellen over een actuele situatie in de krant. I was able to show that by flipping the classroom 25 years ago, I was able to triple the learning gains. Not, you know, 20% more, 30% more, no, 200% more. And yes, they may have had, you know, 8 or 10. The students have the responsibility for watching a video or reading the textbook before coming to class. The stuff that the teacher would normally do in front of them. And then in class, one possibility, there are many, but one is to teach by questioning rather than by telling. Het college wat we net gezien hebben is een workshop, tenminste ik noem het een workshop, en het zijn eigenlijk colleges die in een hoorcollege setting worden gegeven, maar dat de studenten zelf actief participeren. En dat kan zijn dat ze een opdracht moeten doen die op het scherm gegeven wordt, of dat ze iets moeten opzoeken in het boek. Bij een hoorcollege kun je gewoon zitten en doen wat je wilt. Je kan opletten of je kan niet opletten en er zijn geen prikkels om je actief te betrekken. Ik kan bij wijze van spreken ook thuis in mijn bed gaan liggen en dan een college bekijken. En op deze manier word ik wel echt uitgedaagd om tijdens het college ook echt bezig te gaan. Ja, ik denk de belangrijkste uitdaging om dus richting de flip classroom model te gaan, is dat het eigenlijk een onderwijscultuurverandering is, die zowel misschien bij studenten zwaar zal vallen. En als student moet je je eerder voorbereiden in je college dan je gewend was. Maar het is ook inderdaad een cultuurverandering bij docenten die eigenlijk de traditionele of meer traditionele vorm van onderwijs toch achter zich moeten laten en ook moeten wennen aan dat eerder klaar zijn eigenlijk voor die ontmoeting met de student en misschien wat minder controle hebben over de zitting zelf. You don't learn business administration or physics or art history by watching a professor talk to you. You have to engage in the process. It's that engagement that is crucial. Ja, er zijn ook zeker wel colleges die gewoon in ieder geval de helft, 3 kwartier alleen luisteren zijn. Maar dan is het gewoon even, jongens, let op, we gaan nu 3 kwartier luisteren, stilzitten. En dan straks, na de pauze of volgende week, dan gaan we er ook weer actief mee aan de slag. Nou, ik merk dat deze manier van lesgeven ervoor zorgt dat je zelf ook gaat nadenken in les. Tijdens het college, je kunt namelijk gewoon of de hele tijd op je mobiel zitten, maar je wordt af en toe toch wel geconfronteerd met die microfoon onder je neus. Je leert argumenteren, je leert een beetje sparren met de mensen die naast je zitten, praten voor een grote groep. Het zorgt er wel echt voor dat je zelf gaat nadenken. En ik merk dat ik, als ik ga leren voor het tentamen, dat ik dan niet zo heel erg veel zelf thuis meer hoef te doen, omdat ik gewoon al heel veel heb gedaan. Ideaal gezien hoop je dat studenten naar een college komen en ze zijn voorbereid. Ze hebben alles gelezen, zijn up-to-date. Maar goed, er zijn altijd mensen die niet voorbereid zijn. En dat is dat je dan binnen groepen hele grote niveausverschillen krijgt. En dat is dan vooral voor de betere student, ja, die blijven dan wat geremd. Aan de andere kant is het natuurlijk ook iets wat ze moeten leren. Dat je in een team moet werken met mensen van verschillende capaciteiten. En dat is ook een vaardigheid die je zeker later in het werkveld
goed kunt gebruiken. Nu de crisis natuurlijk geweest is, ja, zijn mensen toch op een andere manier aan het studeren als mensen die studeren in een hoogconjunctuur waarbij de banen eigenlijk gegarandeerd zijn. Clearly, the type of skills that you need in the 21st century are going to be different from the ones you needed in the 20th century. En daar moet je als docent ook op aanpassen. Dus niet alleen maar dat de studiestof verandert, maar ook de maatschappij verandert. Ik denk dat het hoorcollege aan zich nooit helemaal zal verdwijnen, want het heeft ook wel een rol. Als je snel informatie wil overbrengen op een grote groep mensen, is het ook heel nuttig. Maar dat is precies dat wat je doet, informatie overbrengen. Maar je leert ze niet iets aan. Dat is de volgende stap. Ja, ik denk dat de invoering van de flipped classroom echt kan bijdragen aan de echte inhoudelijke kwaliteitsverbetering van het onderwijs.